Samen met inwoners, bedrijven, boeren, natuurorganisaties en overheden is RES Regio Amersfoort aan de slag gegaan. Samen hebben we een eerste plan opgesteld waarin staat hoe we denken te kunnen bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Dat plan heet Concept Regionale Energiestrategie. In dit eerste plan of concept hebben we samen gekeken waar in de regio de meeste kansen liggen voor zon- en windenergie. Voor de regio Amersfoort willen we zoveel mogelijk bedrijfsdaken volleggen met zonnepanelen. Open parkeerterreinen kunnen we overdekken en hierop ook zonnepanelen plaatsen. Geluidsschermen langs snelwegen zouden we het liefst gaan gebruiken om zonne-energie op te wekken. Langs de A12 bij Woudenberg zien we kansen voor windmolens langs de snelweg. Ook op het terrein van Defensie, op de Leusderheide, zien we mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens. Bij elkaar opgeteld zouden we hiermee een goede eerste stap zetten om de energie die we in onze regio nodig hebben, lokaal op te wekken. Natuurlijk zijn we er nu nog niet. Komend jaar blijven we samen met inwoners en organisaties in de regio Amersfoort verder werken aan de regionale energiestrategie. We gaan samen aan de slag om de kansen die we zien verder te onderzoeken en uit te werken. Er worden samen met inwoners duidelijke afspraken gemaakt over de precieze locaties waar zonnepanelen en windmolens komen. Uiteraard doen de gemeenten, de provincie, het waterschap, het energiebedrijf, energiecoöperaties en alle enthousiaste inwoners die graag een handje helpen, dit samen. Voor een groenere en duurzame regio. In de gemeente Amersfoort zijn we al een tijd bezig om projecten op te pakken rond het duurzamer maken van onze stad. We willen ervoor zorgen dat op zoveel mogelijk daken in Amersfoort zonnepanelen liggen. We bouwen zonnevelden zoals aan de Maatweg en Hoevenlakense Beek. Ook wordt onderzocht wat goede plekken kunnen zijn voor het plaatsen van windturbines, zoals bij Isselt en de Poort van Amersfoort. Er worden in onze regio ook 2 centrales gebouwd voor duurzame warmte. Het warmtenetwerk bereidt ons voor om straks geothermie te kunnen gebruiken. En we zetten ons in voor innovatieve projecten zoals de asfaltcollectoren. Samen werken we aan een groene en duurzame stad.